Yo mensen van Gamers, ik ben Meindert. En ik ben Jurre. Hi Jurre. Jurre denkt dat ik doe ook gelijk een intro. Oh, wacht. Fuck, verkeerde popje. Oh, doe Jurre. Maar vandaag doen we iets anders, we spelen Terraria. Oh, nee. Daar is hij weer. What the fuck, hoe deed je met dat zwaard? Dat is een ander zwaard dan jou. Oh, dat mag niet, dat is cheater. Dat heet cheater. Oei. Oh, ik zie een paddo. Paddo's. Ik heb één paddo. Maar we gaan eerst, eerst beginnen met bomen hakken. Wat nou, deze game is gestolen van Minecraft, hè? Huh? Nee, maar dit is Terraria. Dit is een soort 2D Minecraft. Eigenlijk best vrolijk is het. Ik heb het gekocht. Ik had eerst Cracked, maar dat is een beetje... Ja, Cracked. De niet gekochte versie. Alleen het is leuker als je hem gekocht hebt, want dan zie je officieel staan. Epic SNL is playing Terraria. Right now. En zoals je ziet, ik ben weer lekker als mezelf. In mijn leuke Hawaïaanse jas. waarom heb jij een zwart jasje? Omdat het kan. Ik heb grijze sloffen aan. Wat denk je daar nou weer van? In ieder geval, wat en we gaan proberen alles, alle bazen te doen, toch? Oh nee. Trouwens... Ja, nu. Oké, naar de baas! Oh. Ja! Trouwens, Jurre, is dit grote wereld of kleine wereld? Wat zei je? Heb je de wereld groot gemaakt of klein gemaakt? Groot. Dus we gaan lekker lang lopen, jongens. Oh nee. Hey! Oké, jongens, ik skip het. Nee. Ik ga even een mijn zoeken aan de linkerkant. Oh ja, trouwens, join even team groen. Oh ja. Want dan kun je zien waar we zijn, hoe we zijn, wie we zijn, wat Hallo, we zijn. Mijn naam is Jurre. Ik ben een leuke, enthousiaste jongen uit het oosten van het land. Ik hou van Terraria spelen en ik ben... Wat doe jij? Waarom sta je stil? Ik ben even mijn geluidsinstellingen van Skype aan het veranderen, omdat ik je mij niet hoor. Yay! Auw, inreep, maar dat maakt niet uit. Yay! Yay! Mijn microfoon is te goed voor jou. Jurre, trouwens. Jij weet toch hoe je poisons moet maken? Ja. Eén ding klopt niet. Waarom moet je per se drankjes maken in plaats van eten maken? Omdat drankjes cool zijn. En eten ja, maar ik heb een recept. Ik heb vandaag een recept gehoord van iemand. Het is, Moet je kijken, ik ben ASO. Ik sloop de natuur. Nou, ik wou net ook die zonnebloemen gaan pakken. Maar... Wat ik heel... In ieder geval, ik krijg een bericht via van een of andere ding. Ga weg. Maar ik kreeg in ieder geval een vriend van mij, die zei vandaag... Oh, ik heb een goed recept bedacht voor geluk en dood. Dus hij ging het aan mij vertellen. En moet ik aan jou vertellen hoe het recept luidt? Nou. 6 pruimen, 3 sinaasappels en 1 citroentje. Dat is het recept voor... Voor geluk en de dood. Nou. Fijne sterfdag. Ja, ik heb het gisteren uitgeprobeerd. Alleen, Mijn moeder die is nou eventjes weg. Mijn moeder is even naar het ziekenhuis. met mijn broertje. Hij zei, ja, lekker! Toen, ja. Toen voor die om. Jullie denkt helemaal... Mwah, mwah. Maar misschien was ik die vriend van jou. Wat? Zie maar ze met rode ogen zitten zo. Ja, zie echt zo'n schaap zo. Meh. Oh nee, wacht. Je bent geen schaap, hè? Je bent nu een. Jij bent nu toch zo'n travestietenboom? Wat? Nee, ik ben weer een schaap. Ben je weer een schaap? Ja! Maar jouw account was toch gehackt? Ja. Heb je weer opnieuw gekocht? Ik heb een heel leuk account van een vriend gekregen. Maar heb je daar nu skin veranderd tot een schaap? Nee, hij heeft skin veranderd in een schaap. Maar... Wauw, eerst van een rare boom naar een schaap. Ja, ik was de evenloze boom eerst, maar dat maakt niet uit. Ah, water, te veel water. Terug. Water, ik verdrink, help. Oh, fijn, woestijn. Eventjes wat zand meenemen. We moeten denk ik niet te ver van de spawn af gaan, anders zijn we een beetje de shaki. Nee hoor. De shaki? Maar Jurre, je bent al kilometer van me vandaan, dus ik ga lekker terug. Nou, ik blijf lekker doorlopen tot ik een goede mijn vind. Dan ga ik lekker heel veel mijnen en dan heel veel live crystals vinden en dan heel veel live. Oh, what the fuck, er waren 2 slimes. Ik dacht dat mijn terrein aan het drukken was. Ah, nee.
Ga weg, jij lelijk beest. Jij ook. Go away, you whole beast. Maar, hey, maar zullen we doen? Iedereen moet zijn eigen huisje maken. Iedereen, bij met z'n tweeën. Je moet je eigen huisje maken. Waarom moet ik jouw huis gaan bouwen? Nou, dat deed je eerst. Ah, vogels. Ah, vogels. Jullie gaan weg daar. Vogels zijn gevaarlijk. Ah, vogels. Daar. Ah. Oh, ik word hier gereept door een paar slimes. Vogels. Ga weg. Wat heb ik jullie ooit aangedaan? Ik loop even weer terug naar de spawn. Fijn. Hey, raad eens wat ik hier zie. Corruption. Ja. Ik denk dat je maar even terug moet gaan. Nee. Ja. Nee. Ja. Nope. Ja, ah. Heb je nog een leuk onderwerp voor vandaag? Smurven. Smurven. Nou, ik heb het trouwens. Ik ben trouwens de grootste van de klas. Ja, oh. Ik ook. Oh ja? Oh ja? Oh ja? Oh ja? Oh ja? Hoe lang ben jij dan eigenlijk? 1,83 meter. 83? Oh, dan ben ik ongeveer net zo groot. Of net, ja. Ik zit ook rond de 1,80 alleen. Ik weet niet meer hoe groot. Of nee, 1,70. 1,80. Ik weet geen idee meer. In ieder geval, je bent de grootste van de klas. Zeg, Jurre, kan je even kijken waar de spawn zit? Nee. Nou, als je daar even rond blijft lopen en eventjes beesten gaat killen, dan... Ik ga zo dood door zo eten. Ja, dat ga je. blijf staan waar je spawnt. Weet dat je zo opeens voor mijn neus staat. Zo in je, zo. Ja, tada! Had ik het dus even goed. Hier spawn je, zo. Andere kant op. Doe je er. Doei. Moet ik een houthuisje maken of... ja, houthuisje toch? Ja, voor jezelf, want ik ga heel ergens anders wonen. Nee, Jurre. Ik ga in de grond wonen. In de grond. Oh ja, laten we op de grond gaan wonen. Ik ga gewoon met jou mee, ik wil vrienden worden. No, go away. Je no, verdient het. I want to be friends with you. No, run. Ah, kijk, een mijn. Finally. Mission successful. Mission complete. Oh, wacht, hoe doet Dora dat altijd? Mission a cup? Nee, dat is een ander programma, toch? Dora? We ja. Did it! Ja, dat. We did it! We did it! En dan komt die aap, die gaat heel schuldig. We zijn binnen de... Huh? Een... Ik heb een boemerang. Yay! Nee! En een life crystal. Oh, god. Jur is goed op weg. Hallo, mag ik even binnenkomen? Nee. Nee, trouwens, wie krijgt het eerste live crystal? De kijkers willen natuurlijk niet dat ik... Weet je wat? Bewaar hem even. En dan laten we de kijkers bepalen wie de live crystal krijgt. Yay! Voor de mensen die niet weten wat een live crystal is, het zorgt ervoor dat ik meer levens heb. Rechtsbovenin zie je dat ik 100 levens heb nu. Maar dan heb ik 120. Dat gaat snel veranderen. Binnenkort zijn het. Oh, what the fuck, veel slimes. Ah, sterf, you hellbeast. Ah, nee. Shut the fuck off. Fuck you, hellbeast. Jij, ik heb glow sticks. Waarom vind jij alle leuke dingen? Hey, een kist. Ja, die is al leeg. Ja, what the fuck is er met jou? Hi. Hi. Dag. Waarom kom je altijd op een gegeven moment als je gaat minen bij een stuk zand? Omdat zand awesome is. Ja, maar ik zit toch ook niet echt in de grond zitten random zand? Jawel. Ja, maar dat is gewoon... eigenlijk een soort van dirt, toch? Dirt, ja. Krijg je nou een Steam-bericht binnen? Wat hoor ik? Ja, dat ben ik. Je praat tegen jezelf? Ja. Jurre zoekt vrienden en ik zoek vrienden. Dus ben jij een goede vriend? Mijn natuurlijk nog vrienden. Ik heb er al één. Ik zoek vrienden, jij zoekt vrienden. Mijn natuurlijk nog een hele spontane leuke jongen, man. Ik denk helemaal, wat de fuck zeg jij dan weer? En ik heb nu mijn hele computerschuim ondergetuft. Ik ga het even uit wegvegen. Zo. Nee, ik doe altijd iets te overmoedig zo. En dan, oh nee, is het weer. Stukje scheet zo. Ja, zoiets, ja. God, niet alweer. Jurre gaat dood. Like voordat Jurre doodgaat. Meestal ben ik het die het eerste doodgaat. Nee, jij... Au, slijm! Slijm! Zo. Wat zou er trouwens gebeuren als je de wereld op heel klein zet? Krijg je dan heel raar... Ja, dan... Zit er dan alles zo dicht op elkaar gepropt? Ja.
Dan zit je één moment zit in de jungle. Oh, je kan bij dat gat naar beneden jumpen, want er zit water onderin. Ja, maar ik ga er weer naar boven. Oh. Ik ga daar boven in de basis even klaarmaken. Ah, een mijn. Hallo, mijn. Maar of gaan we heel diep onder de grond? Dat zou toch niet logisch klinken? Nee, ik ga heel diep onder de grond. Jij mag wat mij betreft dat... Ja, maar dan gaan we toch dood? Ja, maar dan... Oké, jij blijft dan lekker boven. Ik span toch alweer. Dan mag je lekker niet in mijn huis komen! Oh, ik hoorde net dat er iets dood ging. Volgens mij is het konijn dood. No. No, not again. Another. Vorige week ook al. Oké, weet je wat? Genoeg geluld voor vandaag. Ik ben nu echt zat. Ik ga nu... Oh, het wordt nacht. Oh, ja hoor. Ik ga nu zo snel mogelijk de basis... Oh nee, ik zie slimes en ik zie monsters en ik zie... Allerlei rare beesten op me afrennen. Ik ga het nu dichtgooien. Daag. Daag. Zet je rot. Auw! Hoe kom je daar doorheen? Ah, oh mijn god. Wat? Of kwam die nou... Ik zag hem gewoon niet. Oh nee, er zit nog... Wat? Boomerang, bitch. I have a boomerang, bitch. What? Wat? Zit er eentje binnen? Hoe kom je binnen? Fuck, waar komen die mensen vandaan? Ik hoor vallende sterren. Oh ja, er ligt er eentje voor mijn huis. Of ja, voor... Oh ja. Mensen wie niet weet wat vallende sterren zijn, dat zijn sterren die uit de hemel neercrashen op je huis en dan je halve huis verwoesten. Nee, dat zijn meteoren. Er was laatst een meteor in Rusland gecrashed. Al gehoord? Ja. Nee, ik ga dood. Nee, ik ga dood. Ah. Waarom komt er dan ook een oogbal in mijn huis? En nu zit mijn hele huis vol op. Omdat hij wil zien wat jij aan het doen was? Een oogbal, ja. Ja, een vliegende oogbal. En dan gaat hij helemaal vanaf dichtbij, gaat hij zo pedo, hallo. Hoi, ik zoek nog vrienden. Zoek jij nog zelfs? Nee, jij zoekt die toch? Ik denk als ik zodra ik weer bij mijn huisje ben, dat we dan even de eerste aflevering afsluiten. Maar meestal is het zo, als ik de eerste aflevering heb opgenomen, dat ik dan gelijk daarna nog twee afleveringen opneem. En dat als ik het upload, dat al heel veel dingen zijn veranderd. Ah, ga weg, jij lelijke geest. Ja, maar ik ga je toch niet in verder zonder jou. Wat, hoezo? Dus er verandert helemaal geen ene flikker. Nee, ga weg jij, lelijk beest. Oh nee, er komt een zombie aan. Het is geen Minecraft online. Wel met jurre. Sterf! Sterf, hulpbeest. Oké, wat is het een verschil in als je een zwaard gebruikt tegen een zombie? Maar als je een pickaxe gebruikt of wat dan ook, dan gaat het nog net iets slomer. Is er echt verschil in? Oh mijn god. Omdat een zwaard meer knokpak heeft, denk ik. Hé, ik zie geld liggen. Is dat mijn geld? Money. Ik maak een crafting table. Kunnen we gaan beginnen? Heb ik al. Nou ja, ik heb me hier in mijn mijn bij me. Dus ja, je mag. We hebben even samengevat. We hebben een grot met allemaal monsters aan de deur die willen collecteren. We hebben een grafsteen in ons huis. Oh, grafsteen. Hey, kijk, nog een life crystal. En Jurre heeft twee life crystals. Oké, Jurre, weet je wat? Oh ja, dan ga ik. Nee, je gaat ze niet gebruiken. We hebben een crafting table, we hebben twee life crystals. En jullie mogen bepalen wie de life crystals krijgen. Wel dat de mensen gaan zeggen, geef er eentje aan Jurre, geef er eentje aan mij dit. Nee, gewoon allebei aan Jurre. Ja, het is dit keer die hard, wie mag er twee tegelijk, dat mogen jullie bepalen. Mensen, abonneer, reageer, groen duimpje en mensen, ik zie jullie later.